En het Nederlandse topmodel Yveske Sturm verkeert in levensgevaar. Volgens Italiaanse media ligt ze met een schedelbasisfractuur en gebroken rugwervels in een ziekenhuis in Napels. Ze wordt in coma gehouden. Wat is daar nou precies gebeurd? We waren op de boot en we hadden zo'n hele leuke surfboard met een motor eronder. Hmm. En toen twee vriendinnen van mij die zeiden van oh, laten we proberen. Toen had ik zoiets van nou, ik ga het ook proberen. En op een gegeven moment toen viel ik. En omdat er geen keelkoord op zit, dat hij dus zeg maar afslaat als je er vanaf valt, ging ik zo naar achter vallen in het water en ging die motor nog harder. En toen ging die surfplank dus super hard omhoog en tegen mijn armen, tegen mijn hoofd aan. Maar je kwam bewusteloos uit het water? Ze hebben je eruit gevist? Denk ik. Ik kan me niet zo goed meer herinneren. Ik weet nog dat ik op Jaws schoot lag. En dat hij zei van nou, doe maar rustig, gaat goed komen, ga naar het ziekenhuis toe. En voor de rest weet ik niet meer precies wat er gebeurt. Ik scheen een epileptische aanval gehad te hebben. En ja, mijn hoofd was natuurlijk heel erg opgezwollen. Dus ze wouden ervoor zorgen dat ik zoveel mogelijk rust hield. Mm-hmm. Dus daarom hadden ze me in coma gelegd voor anderhalf, twee dagen. En ja. Heftig, je ratelt het een beetje af zo van, nou ja, het is helemaal gebeurd. Of je bent er wel klaar mee misschien, maar... Doet je nog steeds wel wat, moet ik eerlijk zeggen. Ik bedoel, ik had net een zoontje gekregen, 6 weken. Als er echt, weet je wel, iets heel erg verkeerds was geweest. Ik bedoel, dan had hij nooit met een moeder opgevoed geweest. Ja. Maar durf je daarover na te denken? Ach, liever Yveske, sorry. Ach, neem een slokje. Ik ga even stoppen, hoor. Ja. Nou, gaat hij weer? Anyway. Ja? Yes. Overkomt je dit vaak, als je hier nog aan denkt? Meer de afgelopen maanden dan het vroeger was, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Komt dat? Ik weet niet. Misschien omdat ik toen zo erg bezig was maar met survival en verder gaan. En dat ik nu niets meer rust in mijn leven heb. En dat ik nu zoiets heb van, wauw, wat is er eigenlijk gebeurd, zeg maar. Ja. Ben je iemand die makkelijk emoties laat zien? Durft te laten zien? Ja, weet je, je selecteert je mensen. Dus met Jurre, mijn broertje, met Sharon, mijn ouders, daar wel. Maar voor de rest niet echt, nee. Nee. En Giles natuurlijk. Nee. Omdat je altijd dat modellenmasker gewend bent te dragen ook natuurlijk. Ja, zodra je in het openbaar bent. Ja,